De stelling is, en misschien is het goed om te benadrukken dat voor alle drie de stellingen geldt dat ze zijn ontleend aan de verkiezingsprogramma's van de partijen, van sommige partijen die hier zijn, en dat het niet per se waarheden zijn. De stelling, de islam moet een halt toegeroepen worden. Meneer Balkenende, wat vindt u van de stelling? Ik ben het met die staat niet eens, omdat ik vind dat je nooit, maar dan ook nooit, mensen mag wegzetten, louter omdat ze tot een bepaald geloof horen. En ik maak me geen zorgen over de mensen die vrijdag naar de moskee gaan. Ik maak me wel zorgen over mensen die 5 dagen per week niet kunnen werken en thuis zitten. En ik zou het hele vraagstuk willen benaderen vanuit verantwoordelijkheid nemen en grenzen stellen. En als ik dan zie dat het beeld wordt opgeroepen, dat je feitelijk alleen maar mensen over een kam scheert, dat betekent dat je niet toekomt aan het bieden van die kansen. En ik denk dat als dat de benadering is, de problemen die er zijn, die moet je aanpakken. Als men de grens wordt overschreden, dan behoort te worden gestraft. Maar het gaat erom dat je kansen biedt. En ik denk dat we grote risico's lopen als we tal van mensen niet de kansen bieden door te zeggen, je hoort er eigenlijk niet bij. Dat is nooit een oplossing. Ik wil... De heer Balkenende moet eindelijk een keer ophouden met het verspreiden van leugens. Want het zijn leugens, meneer Balkenende, dat de PVV iedereen over een kam scheert. Als moslims zich in Nederland aan onze wetten houden, aan onze grondwet houden, aan onze waarden houden, dan zijn ze gelijk aan als u en ik. En dan is er ook voor de PVV geen greintje fout in de lucht. Maar op het moment dat ze over de schreef gaan, op het moment dat ze de criminaliteit in gaan, zoals al die Marokkanen en al die wijken in zoveel steden in Nederland, op het moment dat ze dat doen, moeten we eindelijk een keer ophouden met uw pappen en nat houden. We moeten ze oppakken, de gevangenissen zetten en een land uitknikken. Maar meneer Wilders, ik kom zo. Geldt dat niet evenzeer voor christenen die over de grens, over de schreef gaan? Geldt dat niet evenzeer voor joden die over de schreef gaan? Geldt dat niet evenzeer voor ongelovigen die over de schreef gaan? Dat geldt, meneer Cohen. Het geldt zelfs voor PvdA's die over de schreef gaan. Maar wat ik wil zeggen, even een serieus antwoord. Het gaat om mensen met een dubbele nationaliteit. Want je kan Nederlanders niet uitzetten, dat snappen wij ook. Maar de meeste Marokkanen in Nederland hebben een Marokkaanse en een Nederlandse nationaliteit. En het zou zo eerlijk zijn dat op het moment dat je de fouten gaat en de criminaliteiten gaat en mensen een vermoord of andere dingen doet, dat je je paspoort wordt afgenomen en dat je het land uitgaat. Ik ga even naar de heer Rutte. Ik kom zo bij, meneer Balken. Even meneer Rutte. Het gedachtegoed van de heer Wilders, zoals hij het net in de discussie naar voren bracht, zoals het in zijn verkiezingsprogramma staat, dat volgt u. Is er ook een moment waarop u zegt, hier haak ik af? Kijk, voor mij zit het probleem bij de toestroom van grote groepen kansarme immigranten naar Nederland. Ik ben niet geïnteresseerd in het geloof van deze mensen. Ik ben geïnteresseerd in het feit dat deze samenleving niet meer in staat is om zulke grote groepen kansarme immigranten op te vangen. Daarom heb ik een pleidooi gehouden om de grens zoveel mogelijk te sluiten voor kansarme immigranten. De uitkeringen ook te sluiten voor mensen die naartoe zijn gekomen. Die zijn aan het werk. Die zitten niet in een uitkering. Ze moeten er zelf voor zorgen dat ze hun plek in de samenleving bevechten. En dan wonen ze in een fantastisch land waar ze uiteindelijk burgemeester van Rotterdam kunnen worden. Mijn vraag was, meneer Rutte, waar haakt u af bij wat de heer Wilders zegt? Of haakt u niet af? Ik zet niet hele groepen weg. Ik ga niet hele groepen op hun geloof afwijzen. Maar wat ik wel doe, is zeggen tegen de mensen die naartoe komen, dat kunnen mensen zijn met een islamitische achtergrond. Maar ook mensen uit de Antillen, waar, ik heb het eerder gezegd, de eerste Koran nog moeten worden geïmporteerd. En die hier naartoe komen, kansarmen en geen plek in deze samenleving kunnen bevechten, daar moeten wij de grens voor sluiten. En de twee partijen die we hier zagen debatteren, de een komt met een kopvolle tax, de ander heeft een soort laat maar waaien beleid. De mensen thuis hebben er volgens mij genoeg van. Die willen gewoon dat er maatregelen worden genomen. Ja. Mevrouw Halsma. En dan kom ik hier. Mevrouw Halsma is hier. Ik denk dat dit land er een stuk van op zou knappen als het brullen op zou houden en als we gewoon met maatregelen zouden komen. Maar ik heb toch... En maatregelen die over emancipatie gaan, over de arbeidsmarkt, over scholing en het zorgen dat mensen mee kunnen doen. Maar ik heb wel een vraag aan de heer Wilders, want het intrigeert me. De heer Wilders voert een strijd die hij niet lijkt te willen winnen. Want wat doet hij namelijk? Hij zegt, alle moslims, de islam, deugt niet. Je kan de strijd tegen het fundamentalisme en het extremisme alleen maar winnen als je bondgenoten hebt. Er zijn in Nederland duizenden moslims. Uw vraag, graag. Die heel graag, dit is mijn vraag, duizenden moslims die zich schamen voor het extremisme dat in naam van hun geloof plaatsvindt. Zij moeten uw bondgenoten zijn. U jaagt ze weg, u vernedert ze, u sluit ze uit. U wilt geen bondgenoten, u wilt geen strijd winnen. Mevrouw Halsma, nu uw vraag.
En dit is de vraag. U wilt uw strijd niet winnen. Dat lijkt me geen vraag, maar een bewering. Sterker nog. Toch een antwoord. Sterker nog. Het kan een paar jaar duren. Maar de PVV, mevrouw Halsema, gaat de strijd winnen. U bent de partij die in haar verkiezingsprogramma heeft staan. U heeft het in ieder geval de vorige keer in het verkiezingsprogramma staan. Dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Nou, met zo'n partij heb je in Nederland geen vijanden nodig. Wij knokken voor onze cultuur. Wij staan voor onze cultuur. Mevrouw Halsema, ik ga nu naar de heer Roemer en naar de heer Cohen. Die heb ik nog niet gehoord over dit onderwerp. Eerst meneer Roemer. Ja. Kijk, wat hier natuurlijk gebeurt is mensen vanwege hun geloof eigenlijk opzij zetten. En dat moeten we altijd afwijzen. Maar waar het hier natuurlijk echt om gaat, is dat wij 20 jaar, 30 jaar lang de problemen van integratie gewoon zwaar hebben onderschat. Het is de SP geweest die van begin af aan gewezen heeft op het feit dat de Nederlandse taal echt geleerd moest worden om integratie te bevorderen. Het is de motie van Marijnissen geweest in 2002 die eindelijk de lekken van het integratiebeleid in Nederland op de agenda heeft gezet. Dit is eindelijk eens een keer wat gezegd moet worden. Laatste opmerking, meneer Wilders. Laatste opmerking, ja. Laatste opmerking. Als morgen alle moslims in Nederland katholiek zou worden, dan zijn de problemen echt niet opgelost. De files zijn niet opgelost. Er zijn niet genoeg huizen gebouwd. De problemen zijn echt niet opgelost. Een laatste reactie van de heer Cohen. Ga naar de heer Cohen. De heer Cohen heeft nu het woord. Ik heb een vraag aan de heer Rutte. We praten nu over een centrale stelling uit het beleid van de PVV. Mijn vraag aan de heer Rutte is hoe deze centrale stelling in een eventueel kabinet Rutte met steun van de PVV wordt opgenomen. En de stelling is, de islam moet een halt worden toegeroepen. De vraag van de heer Cohen is duidelijk. Ja, de heer Cohen is alweer aan het formeren, maar ik kan de heer Cohen natuurlijk geruststellen. Want natuurlijk is het niet denkbaar dat in een kabinet in Nederland hele bevolkingsgroepen worden afgewezen. Dat is volstrekt ondenkbaar. De grote vraag is natuurlijk wel, meneer Cohen, hoe u dadelijk omgaat met de meest extreme standpunten in het programma van de SP als u daarmee moet gaan regeren. Ik rond de discussie.